Van de wedstrijd Ajax-FC Utrecht scandeerden Utrechts fans racistische leuzen. De Amsterdamse burgemeester Cohen besloot daarop alle vakken van Utrechts aanhangers leeg te laten halen en ze op de trein terug naar huis te zetten. De wedstrijd in de Amsterdam Arena begon al een half uur later door de strenge controle aan de toegangspoorten. Wie geen geldig identiteitsbewijs kon laten zien, kwam er niet in. Een maatregel die Ajax heeft ingevoerd na de chaotisch verlopen bekerwedstrijd Ajax 2 FC Utrecht. De wedstrijd van vandaag werd dus gespeeld zonder de aanhangers van FC Utrecht. Zij werden door de ME uit het stadion verwijderd. Ze kwamen aan met de trein en riepen toen massaal Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. En er is een beleidsuitgangspunt in de driehoek in Amsterdam dat dit soort zaken niet wordt geaccepteerd. Dus is ingegrepen toen en de burgemeester in Amsterdam, burgemeester Cohen, heeft een noodbevel afgegeven om het mogelijk te maken deze groep terug te sturen naar Utrecht. De supporters moeten ook harder worden aangepakt door de club zelf en door de KNVB, vindt Van Riezen. Ik zou nog een oproep willen doen in de richting van Utrecht, FC Utrecht en de KNVB. Alle namen van betrokkenen zijn bekend. Ik vind dat dit gedrag niet acceptabel is. Dus ik vind ook dat de KNVB maatregelen moet nemen tegen de hele groep in het kader van stadionverboden. De verwijderde supporters zijn onder grote politiebegeleiding naar Utrecht teruggebracht. Daarbij hebben ze geen grote problemen. Weggestuurd nog voor de wedstrijd tegen Ajax. Supporters scandeerden antisemitische leuzen tegen de aanhang van Ajax. De bijna 700 supporters uit Utrecht waren het station bij de arena nog niet uit of ze werden alweer teruggestuurd. De fans riepen namelijk leuzen als Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Burgemeester Cohen vaardigde daarop een noodbevel uit waarna de groep werd teruggestuurd. Volgens de politie is dit een normale procedure. Standaard beleid in de driehoek van Amsterdam dat racisme en discriminatie niet wordt geaccepteerd. Ik zeg daarbij, je moet ook in de mogelijkheid zijn als politie om massaal te kunnen optreden. Als wij toevallig 10 politiemensen in dienst hebben en er komen 1000 supporters aan die dit roepen, dan kun je niet veel uitrichten. Maar als het maar even kan, zullen wij altijd optreden. Van Riezen roept de KNVB op om stadionverboden tegen dit soort groepen uit. Kwetsend gezang, antisemitisch van aard. En de burgemeester van Amsterdam, de heer Cohen, is onverbiddelijk weggewezen. Dat moet ik niet binnen mijn stadsgrenzen hebben. De paar Utrecht-fans die al binnen waren, moeten dan ook weg. Retour Utrecht. 700 man worden afgevoerd. Utrecht-fans die met de trein naar Amsterdam waren gekomen, naar huis gestuurd. De fans waren op weg naar de wedstrijd Ajax-Utrecht en riepen antisemitische leuzen bij het verlaten van het station bij de Amsterdam Arena. De politie had van tevoren al aangekondigd streng op te treden tegen dit soort wangedrag. Vanwege dit soort leuzen besloot burgemeester Cohen van Amsterdam om 3:00 vanmiddag dat legioen FC Utrecht supporters linea recta naar huis kon terugkeren. Maar de hooligans hadden andere plannen. Bij station Duivendrecht sloeg de vernielzucht toe. Een paar banken werden losgerukt en naar buiten gegooid. Doordat supporters ook aan een noodrem trokken, kon de trein pas een uur later vertrekken. In Utrecht werden de hooligans opgevangen door tientallen ME'ers en politie te paard. Utrecht-fans die door de combi-regeling gedwongen waren met dezelfde trein te reizen, voelen zich gedupeerd door het optreden van de Amsterdamse politie. Wij wisten ook niet eens waarom we eigenlijk niet naar binnen mochten. Dat werd niet gecommuniceerd. Dus mensen werden toch gevoelig daardoor, een beetje agressief natuurlijk. Het was al 2:15 en dan komen ze met tientallen ME'ers opeens naar je toe, terwijl je geen kant op kent. En beginnen ze een charge uit te voeren. Nou, kinderen, vrouwen, oude mannen, ja, mensen worden allemaal geslagen. En je moet de andere kant op, waar ook ME staat. Dus je rent ook niet zo graag de andere kant op. Voor zover bekend heeft de politie uiteindelijk 3...